Vandaag vegan shawarma. Doe de kikkererwtenmeel in een schaal. Met de kruiden. En het water. Goed doormixen tot er geen klontjes meer zijn. Giet alles in een sauspan. 4 tot 5 minuutjes roerend koken op middenhoog vuur. Zet het vuur wat later als het dik en klonterig wordt. Dit verwarm je nog even 2 minuutjes. Giet het nu over in een ingevette bakblik of ovenschaal. En laat het helemaal afkoelen. Even een uurtje in de koelkast. Is die afgekoeld? Snijd het nu in reepjes. Maak nog wat marinade en schep de reepjes er nog even doorheen. Nog even goed doorbakken tussen een pita met een dikke klodder knoflooksaus. Lekker man. Wil je het recept nalezen? Dat kan op sylvia-wildcat.nl.